Hallo allemaal, vandaag gaan we de hele gebied rond hier asfalteren. Dus het wordt een klusvideo. 1, 2, 3, poef! Hey, dit hebben we snel gedaan. Ja, het is 2 maart vandaag. Wat een werk was dat zeg, hey. Jeetje mina, met een 1 pixelblokje kwestie moest je alles... Ik ben denk ik 1,5 uur bezig geweest. Het voertuig weer wegzetten, want het gaat er niet onder. Hey, ben ik een stukje vergeten? Oh, 2, 3 blokjes. Nou wordt het toch nog een klusvideo, zeg. Dan wordt het toch nog een klusvideo. Hoe deden we dat ook alweer? Via deze. Dank u wel, meneer. Hey, lekker hard. Hey, heb je het nou gedaan? Over. Landschap, verf, deze was het. Nu zie je het niet meer. Nou, dat is genoeg. Zo, maar ik kom daar niet meer te staan dat het gewoon geploegd moet worden. Oh, heerlijk. Ik heb wel een x-aantal klussen moeten doen ervoor. Uiteindelijk heb ik nog 4000 euro overgehouden. Poeh. En ik heb het off-cam gedaan, want... De buren hiernaast zijn aan het verbouwen door je net. Pok, 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 pok. Ik denk, nou, dat kan ik niet filmen. Daar word je gek van. Ik werd er zelf al gek van. Hier kan je gewoon overheen verven. Dat blijft gewoon. Als je goed kijkt, je ziet dat hij zweeft. Film op, dat je een schaduw. Het zweeft. Wee! Zo, ik ging naar de kas. Ik ga even kijken. Een steentroep. Hoe gaan die deuren dicht? Achter doe je met de muis. Graag na wat. Liter tomaten al, oké. Maar dan moet ik deze er ook over krijgen. Ja, hey, toppetje. Doe ik deze dicht. Kijk, ja, fantastisch. En dan heb je hier ook een uitgang. Hoppatee. En deze dicht. Oh, en deze dicht. Zou het voor mij wel automatisch dicht mogen gaan? En ik wil dat jullie niet aandoen dat het half uur of 3 kwartier waar ik ook mee bezig was om het helemaal te verven. Oh, ik ben nog iets vergeten. Nou ja, dat doe ik een andere keer. Ik was iets van plan. Maar wat? Ik heb even genoeg contracten gedaan, want ik vind die structuur helemaal gek van. Volgens mij is het niet eens meer wat ik wil doen. Cultiveren, ploegen. Ja, nee, opzij. Ze stroopbalen maken. Nou, dat heb ik ook even gedaan. Dat was 26.000 euro
Ja, ik heb de Sims ook nog gespeeld in de tussentijd. Dus ja. Dan blijft het symbool hier niet meer over zitten. Laten we eens even kijken of er ondertussen al iets nieuws is in de tweedehandswinkel. Oh, kijk, dat is een nieuwe ding. Wat is dat? Dat is een maaier. Maar buiten mij, ik zou hem heel graag willen kopen, maar ik heb er geen geld voor. Kan ik geen lening aanvragen? Nee, doe ik niet. Aan de veldhakselaars. Shearing options mod. Ja, dat zijn dan twee dingen die ik goed had kunnen gebruiken. Planters. Ja. Maai aanhangers. Ja, dan moet je een hele grote maaibek opzetten. Een baalwikkelaar, die heb ik al. En gelukkig maar, want die heb ik verder vandaag al nodig gehad. Ik zat alleen maar van klusjes te doen waar het baal persen was en die minimaal 20.000 opleverde. Ik weet niet hoeveel ik er heb gedaan, maar ik geloof een stuk of 10. Dat is weer slapen, wakker worden. Nou, dat heb ik één keer gedaan en toen kreeg ik er meteen een zootje achter. Oh nee, niet alleen baal, ik heb ook nog twee keer geproefd. Dat is waar. Twee keer geploegd. Jezus, hoe dan? Wat kost een garage eigenlijk? Even kijken, waar gaan we de garage? Zal ik niet. Maar ja, die staan nou daarom dat ik geverfd heb. Maar ik denk dat de garages hier komen. Dan is dat stukje grond ook meteen weg. Alsof ik er al eentje kan kopen. die waren hier toch garages. Schuren. Ook goed. Hoeveel? Ach, daar heb ik het geld ook niet voor. Want ik wil deze. Nee, ik ga niet cheaten. Even kijken. Er stonden nog geen kratten buiten. Andere kant. Oh nee, wel deze. Nee, er staan nog geen kratten hier. Jammer. Ik weet het niet hoor. Ik heb zelf... aardbeienplanten, maar dat zou ik wel even oh, dat zijn de tomaten. Ik wou dan zeggen, ik heb er helemaal geen rode bloemetjes op. Nee, dat kan wel kloppen. Hoe zit het met het water eigenlijk? Ik ben niet in de kerk geboren. Jawel, daar hadden ze elektrische deur. Oh nee, ik ben ook niet in de kerk geboren. Oh. Ze waren bijna voor joker. Oh, kijk even. Na 3 dagen is dit ja, in het spel. Nee, 2 dagen in het spel. 3 dagen in het spel. Is er nog niet eens zoveel van afgegoten. Ik ga het ook niet steeds een klein beetje bijvullen. Pas als hier een kwart vanaf is of zo, dan ga ik pas bijvullen. Ah, kijk, toen hebben ze 50 liter, nu 53 liter. Gaat lekker. Het is wel jammer dat je niet kan kiezen. Dat je zegt van deze kant tomaten en aan de andere kant sla. Maar waarom is het altijd maar één product in de kas? Is dat wel mogelijk? Nee, wat moet ik met tomaten weer doen? Nou,
Nee, ik doe het niet. Ik durf het niet zeggen, want ik weet het niet. Zometeen. Oh, escape me nou. Zometeen pleurt hij mijn tomaten weer. Nee. Bixby, nee, nee. Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes, starting now. Thank you. Wat hebben jullie nou op het asfalt tussen? En ja, als je hier overheen rijdt, krijg je zwarte bandtrek, sporen. Ik begrijp ook niet waarom het asfalt niet zwart is, maar dit. Je kan het niet veranderen van kleur. Ja, er is eigenlijk weinig te doen daarmee. Waar waren we laatst mee bezig? Water halen. Maar dat hoeft niet, want als je nog vol er is geen water nodig. Oh ja, en ik had nog flink winst aan de stroombalen, want er lag er nog een heleboel wat gedaan moest worden. Dus ik kijk op mijn contract, klaar, mooi. Stroombal afgegeven, contract door die afgegeven, ik ga accepteren, omdat het geld accepteren, anders kreeg ik het niet afhalen. Ik die andere stroombalen meegenomen, bekijkt en verkocht. Poef. Ik vind het een leuk ding dat ze dat hebben gedaan. Ik wou het dus zeggen, ik kwam erachter toen ik aan het ploegen was. En het Renéne. Wat? Hij is klaar? Kijk wat er nog allemaal ligt. Maar dan zal ik zoiets dan ga ik dat ook proberen met. Met oogsten. Met ballenpersen. Want met oogsten gaat het ook. Dan zeggen ze van je moet dat oogsten. Nou, dan ga je naartoe. Dan pak je. 70% misschien nog 60%, ik weet het niet. Maar ik hou 70% aan. 30% voor je eigen. Voor niks. Maar ik vind het ook jammer dat je niks in je huis kan doen. Weet je, eten koken, opruimen, et cetera. Ja. TV kijken. Dat ziet er nog schoon uit. Oh, daar kan ik wel even aanschaffen, een hoge drukspuiter. Want dan kan ik het vuil aanzetten. Nee, dat is niet hier. Oh, waar was dat nou? Nee, hou op. Hier. Werkt daar. Ik ben het zeggen, dan moet het goedkoper zijn. 4.500 of 15.000. Oh, wacht even. Nee, deze is goedkoper. Nee. Daar. Zo. Dan gaan we het vuil aanzetten. We zijn alweer iets groter geworden, dus vuil. Langzaam. Normaal. Ja. Even opslaan. Oh ja, graag. Je moet er toch niet aan denken dat het spel alleen afsluit. Je hebt niet opgeslagen. Kun je weer dat hele shit gaan verven. Ik heb het asfalt gedaan, het ging te gritten.
zag er een beetje te sneeuwig uit. Ja, dit ook wel hoor. Margriet nog even. Griet nog even. Even kijken. Oh, dan wil je echt niet met je handen tussen komen. Kijk. Holy shit. Ziet er gemeen uit. Ja, die is bemist. En ik heb de tijdschema op 10 gezet, dus de tijd gaat 10 keer sneller. Maar als ik slaap is het nog wel één dag. Hey, hier zit er nog geen tomaten op. Oh ja, die mensen zijn nog groen. En de tomaten zijn weg. Er zijn maar tomaten gebleven. Er staat een kopje op slaan. Opslaan. Verkopen. Verspreiding. Oh, verspreiden. Dat moet het zijn. Want wat heb je nou met mijn tomaten gedaan? Ik weet het niet. Ik heb geloof ik geen geld meer teruggekregen. Niet op één drukken. Niet nodig. Zo, maar kerger. Nou, je hebt ook nog een klus gedaan. Deze was leeg. Ja, oké. Dus het boerderij begint al wat te worden. Zijn wel die containers. In die schuren er staan. Ik had eigenlijk ook op zoek moeten gaan naar een stukje. Ja, maar dan koop je een land waar het al op staat. Dus. En ik wilde hier niks verbouwen, want hier, er komen nog zoveel dingen aan. Dat je gewoon ruimte tekort krijgt voor het anders. Want twee containers. De twee schuren, die nemen ook al aardig wat werk in. Aardig plek in gebruik. Staat gewicht van jou. Oh. Ben jij op geen gewicht? Ben jij waar toch gewicht in je wielen gedaan? Nou, we gaan nog maar een contractje doen. Zoals ik ook niet weet, zolang er geen. Klaar staan. Ze zijn nou weer rood. Klopt, goede snit. Appetijn. Gaspedaal, weer naar voren. Naar wie nodig? Dat gaat niet. Zeg ik net dat er een tomatenpand te maken? Ja! Hey! Oh, de deur staat nog open. Niet goed. Hé, waarom doe je dit niet? Hoi.
ik vind dit toch zo'n fijne trekker. Oh, daar kan geen John Deere tegenop. Voor mij. Escape. Wat gaan we doen voor contractje? Het moet wel 26.000 minimaal wezen. 20.000, maar geen 500. Daar heb ik er nog geen één van gedaan. Ja, maar dat is saai, dat kan ik niet. Cultiveren kan ik ook niet. Daar heb je allemaal ploegen over. Ugh. Dat wil ik wel doen, maar dan ga ik het iemand later doen. Want, daar heb ik geen zin in. Dat is een saaie ding, die kost me veel te duur. En een cultivator is ook zo fucking duur. Kijk maar, ze kost saai 11.000. Hier ook, 11.000. 1100. Nee, 11.000. Ah, ik heb mijn F-druk en ik heb mijn contract weer. Dus. Accept. Waar is dan gewoon op die staan waar ik die aangenomen heb? Zo ja. Dat heb ik het. Wat? Waar is de ploeg? Oh, ik heb alles verplaatst. Ik weet niet eens meer waar ik dat neergezet heb. Daarom moet ik een stal hebben. Een garage. Nou dan. En dan gaan we naar... Waar knippert het? Daar, 39. Oh, dat is dichtbij. Ik heb zoveel genoeg. Kijk, dat bedoel ik, geen voorrecht geven. Zeur niet. Dit loopt. Dat ga ik echt niet doen. Hey, kijk. Hey, ga er weg. Wat? Ik klop niet toegestaan. Ik zit op zeker terug. Zo. En hij moet de andere kant op. Zuig. Nee. Ik moet hem wel recht voorzetten, want anders gaat hij het jojo scheef. Zo. Veel plezier. Ja, ik zout al op. Ik ben al opgezout. Zo. Breng maar even geld in het laadje. Dat zal ik zo meteen, als ik denk van... hij is klaar. Met
ga er nog wat eens en dan zal ik je laten zien en zo dat die gereed staat. En ik laat expres dit stroopje liggen. Moet je hem ook niet zo op termijn gaan nemen. Het is wel een lang veld, zeg hé. Holy shit, vandaar dat het zoveel opbrengt. Oh, maar als dat geld binnenkomt, kan ik al één garage neerzetten. Nee, wacht even, wat is belangrijker? Garage? Nee, een saaimachine. Een saaimachine, want dat geld dat kan ik maar één keer uitgeven. En ik moet gaan saaien, want het is al maart. Hij is nog bezig. Jemig, wat een lap zeg. En wat kost een saai ook? Ja, jij kost 23, daar heb ik geen geld voor. 11? Nee, ik ook 14. Maar het is 23.708. Ja, ik wou zeggen, maar dan kan ik die wel kopen. Ja, maar dat is geen saaie. Zo zonde dat het dingen zijn die je nodig hebt. Of wel nodig, maar zo duur zijn. Ik heb echt zoveel contracten gedaan. Ik werd er helemaal gek van op de duur. Ik heb er voor geen ene een hulpje voor gebruikt. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Maar god zeg. Contractje aannemen, doen, inleveren, contractje aannemen, doen. Want ik wil ze niet meer allemaal tegelijk aan het aannemen, want er staat er weer zoveel materiaal en dat weet ik dan doen. Ik weet niet wat slag dicht. Maaiers. Hebben wij geen maaier? Dus kijk ik er recht overheen. Oogsten. Oh nee, die staat hier onder mij. Gek. Zo. Niet maaiers. Wat zeg ik nou? Hoe noemen ze dat nou? Saaien. Nee, hey, verdomme. Tering 33.000. Waarvoor staat die nou nooit eens een keer in de aanbieding? Een gras. Ik weet niet wat dat is. Gerwin, zoiets hoe dat heet. Dit is soja. Een of andere bloem, tarwe, haver, en nog iets. Maar die wil ik wel hebben. Dat we nog een paar contractjes aannemen. Nee, planters moet ik hebben. Zo, ze worden gebruikt voor gewassen zoals mais, of nog niet zo. Planten zijn een speciaal type saaimachine. Ja, want je saait het. Maar die kost ook nog wel 15.000. Maar die kan ik dan kopen. Kijk. Met de agromas blijven we toch in het rode thema ook. Nou, eigenlijk rood-wit, maar die kost 54.000. Deze is 3 meter, en dan is nog deze 5 meter. 6 meter. 6 meter. 4,5 meter. Nou, die had een halve meter. 15.000. Ja, daar heb ik het geld nog niet voor, maar dat komt wel. Dat is het eerste. En als ik die saaimachine heb. Dat zal ik meteen even aanpassen op mijn lijstje. Dan ga ik die garage kopen. Waar is mijn lijstje? Oh, hier.
sterretje, tweede, sterretje, eerste. Zo. Wat is er aan de hand? Wat, is hij klaar? Nee. Oh, loon uit betaald. Ja, dat, wat ik ook dacht, dat, dat stond niet genoeg geld. Nee, dat stond er onvoldoende geld. Dat stond er niet, het is nog eerst heel anders. Maar dat stond nou dat hij weer geld had geïnd. Oh ja, want het zat geloof ik op per minuut. Kun je het op per minuut staan? Die man, wat is het van? Nee. 15 minuten dan. Dat is gewoon. Ho. Naar 15. Zo. Economische moeilijkheidsgraad gaat er eentje omhoog. Zo, verkeerd staat er. Ja, oké. Okay. Kosten per minuut 1 dag. Nee, dat doen we 5 dagen. Zo. Hartje flats. Ook weer geregeld. Kunnen springen. Ik ga even naar mijn eigen huis. Via deze. Zo, kijk, hier mijn huis. Poink. Bezoeken. Oh, wacht even, dit is mijn werk. Wat nou weer? Maandag. Oh, oké. Okay. Maandag, vanaf maandag beginnen we voortaan om 7 uur in plaats van 6 uur. Maar dan wil ik wel op tot 5 uur in plaats van 4 uur. Zo. Tot 3 uur in plaats van 4 uur. Jezus. Kan ik een uurtje langer slapen? Ja, ga ik wel een uurtje later naar huis. Van 7 tot 4. Oh, die 6-3 die bevindt me zo op. Hé, verdikken me. Het zit ook nooit mee. Ja, ik pak mijn stuur even. Het zit ook nooit mee. 6-3, wat een heerlijke tijd is dat. Oh, ik heb mijn stuur nodig. Ja, ik kan nog niks doen. Er is geen maaiencontract. Als er nou een maaiencontract is, cultiveren, saaien. Nee, alleen maar saaien. Even domme. Wat kost het om dit ding te leasen? Oh, dat ene ding was al niet te betalen. En planters. Wat kost u? Oh, combinaties. Oh, nee, die heb ik. Is goed. Huren. Oh, dat kan. 7,65. Ja. Ah, nee. Nee, ik heb geen... Nee. Ah, shit. Ik heb geen... trekker. Maar in ieder geval, ik kan hem... Ik weet dat ik deze dan kan... Nou, nee, want als hij klaar is, kan ik hem kopen.
was dat dan net? Hij is er wel bezig, hè? Ja. Oh, kijk of de langs op dat gewoon. Maar ik ben blij dat ik hem wel bij het langste stuk heb gezet. Want ik krijg zo meteen, gaat ieder stukje korter worden. Kijk, zie je, nou zit ik te denken, de tweede hefdruk is ook weer belangrijk. Nou, dan gaat de stelling er nog maar een keertje achteruit, want de tweede aanschaffing wordt dan een tweede hefdruk. Deze zelf duizend te lang. Ik doe mijn vingers glippen natuurlijk. 11%. Oh, dan doen we 10.000. What the fuck? Gaan we even... Hij was 11.000, ja? Gaan we naar beneden terug naar 10.000? Niet goed in je bol. Want dan kan ik saaien straks. Pakken we weer even 11.000. Er is iemand die stort het. 1, 2, 3, 4. In welk veld gaat dat? Oh, daar heb je een heel ander ding voor nodig. Oh. Holy shit. Oh, dat is ook voor jou. Evelyn Carson. Oh, man. Ik ga maar een stukje rijden. Oh, ik ben ook een beetje de fout ingegaan met verven. Ik ben uitgeschoten. Heb je hier mooie voorbeelden van? Ik hoop dat het weg gaat met boeken. Niet drie stuks. En dit is gekomen dat ik bezig was met katties voor in een ding. Kopie te geven tegen mijn hand. En hier ook. Was er nog een? Hey, wat is dat eigenlijk? Ja, dat heb ik een keer kopen. Ja, er zijn bedrijven die een keer kopen, maar ik wil geen bedrijven kopen, want ik moet ook die rotzooi er naartoe brengen. Dan heb je twee taken van je handen. Je moet je bedrijf opdraaien, je bomen kappen bijvoorbeeld, om dat daar zo eruit te brengen. Biomassa tromen. Wow! Ik moet ineens een stuk lichter. In een spel. Wat is het? 3 over 3. Ja, is het dag. Waarom is dit nog niet onder de sneeuw? Dit heb ik niet gefilmd. Ja, sneeuw. Daar zit geen sneeuw meer op. Daar zit geen sneeuw op. Daar zit geen sneeuw op. Achter me zit geen sneeuw. Maar ik heb nog wel ze. Oh nee, dat hebben we gekalkt. Deze moest toch gekalkt worden? Nee. Oké. Hey, wat is er nou eigenlijk voor iets? Het is wel die overdag. Ik heb geen visite of zo. Nou, ik ben uitgelogd geweest, maar het verkeersbord, dat ligt er nog. Vanavond worden er niet door tegengehouden. Kijk maar. Boom. Terwijl als ik overheen rijd, voel ik de bom op.
wel een paar mooie afgevuld. Ja, ik ga deze kopen. Ja, nou moet ik maar. Het is tijd. Jee, is dat een silo? Nou ja, misschien geen dingetjes waar je die kosten. Bedankt voor het kijken. Sorry dat het een beetje minder aflevering is, maar ik kon er niks aan doen. Sorry, maar ik zie jullie later weer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!